Goedemorgen, beste mensen. Mijn naam is Dirk van der Borg. Ik ben burgemeester van Molenlanden. En ik mag vanochtend wat gesprekjes houden met de bezoekers hier op de Fokveedag. We gaan met elkaar op pad en we gaan praatjes maken. Wat brengt u hier naartoe? Ja, nou, het is toch geweldig, een boerenlanddag en ja, van alles te zien. En we zijn al 20 jaar, nou eigenlijk al bijna 40 jaar hier ook. Dus als je van het platteland houdt, kom naar de Fokveedag hier in Hoorna. Ik sta hier naast Wouter Bruin. Wouter Bruin uit Giezenburg. Wat maakt het vee uit de Albertswaard nu uniek? Het vee uit de Albertswaard is heel erg hard vooruit gegaan. En dat komt denk ik door de passie, zeg maar. Door de manier van verzorgen. Altijd de koe voorop stellen, zeg maar. Voor de vrouw. We maken een rondje hier op de Fokveedag. En we zagen dat u bezig was met het keuren van deze roodbont koeien. Waar let u nu op als u aan het keuren bent? Nou, eigenlijk op de volledige bouw. Dus eigenlijk elk botje van een koe moet eigenlijk goed zitten, zeg ik altijd. Dus dat wil zeggen dat je hebt eigenlijk een ideaalbeeld in je hoofd. En daar, ja, de koe die daar het meest in de buurt komt, die moet uiteraard op kop lopen. Dat is eigenlijk een beetje de korte samenvatting. Hoe is uw naam? Marjan Verrij. Marjan Verrij. En uit welk dorp komt u? Ottoland. Ottoland. Geen mooier land dan Ottoland. Dus, en u brengt deze pony straks naar de keuring. Ja, niet naar de slachthof. Nee, maar dat kwam er bijna uit, dus vandaar. We gaan een interview met de burgemeester doen. Bent u het ermee eens dat er heel veel koeien weg moeten vanwege de stikstof? Ja, dat is een goede vraag. Dus we hebben natuurlijk wel een probleem met het stikstof. En ik zou niet willen zeggen dat er veel koeien weg moeten. Dus we moeten wel kijken of we op een andere manier met onze landbouw omgaan. De minister heeft eerder gezegd, we moeten meer naar kringlooplandbouw. En dat zie ik wel als een belangrijke ontwikkeling voor de komende decennia, om dat op te pakken. En als er minder koeien zouden komen, dan moet dat vooral op. En heeft de minister gisteren ook gezegd, op vrijwillige basis. Wat is uw lievelingsdier eigenlijk? Ja, ik hou kippen. Hele goede vraag, ja. Goedemorgen. Ik sta hier naast Jan de Groot. Een van de mensen die zich heel erg verbonden voelt met deze Fokveedag, die voor de 107e keer wordt georganiseerd. Van waar komt die verbondenheid, beste Jan? Een beetje uit de familie weg. Maar ook bij mijn persoonlijke inbreng in de Fokveedag door de jaren heen. Eerst als inzender en later als voorzitter van de Fokveedag. Ik ben 30 jaar voorzitter geweest, dus je weet ongeveer hoe dat het hier loopt. En onze familie heeft altijd die Fokveedag mee bestuurd, dus dat zit ook een beetje in het bloed. Ja. En wat in bloed zit, dat gaat er nooit uit, hè? Ja, de Fokveedag heeft toch ook wel meer dan regionale betekenis, zelfs nationaal en internationaal. Hoe is dat zo gekomen in de loop der jaren? De Fokveedag is in 1910 opgericht, de eerste. Had het geluk dat daar snel enorme bekendheid ontstond door het gebruik van een bepaalde stier hier in de dorp Hoornaar en in Noordloos. Hoe was de naam van die stier ook alweer? Dirk Vier. En Dirk Vier is natuurlijk inmiddels vereeuwigd. Je heet een plein op het dorp hier naar Dirk Vier. Stier staat er uitgebeeld door Marcus Ravenswaai. En de nakomelingen van die stier waren we op dat moment al wereldberoemd. Die zijn naar Zuid-Amerika geëxporteerd. En toen heeft daarmee de Fokveedag Hoornaar een beetje zijn naam gevestigd. En ze hebben door blijkbaar goede bestuurders en goede organisatie de jaren dat weten uit te bouwen. Het geluk gehad dat in de Albertswaard er enorm goede veefokkers zitten. In de top van Nederland. Die trekt breed publiek aan het ansen wat de veekeuring betreft. De nationale kampioenen van Nederland die komen uit de Albertswaard. Daar kunnen we trots op zijn, dus we hebben wat te bieden. We zijn met z'n allen trots hier in de Albertswaard met deze Fokveedag. Dankjewel Jan. Boerenlandfeest Hoornaar, daar moet je geweest zijn, anders is hij niet goed.